Zou ik één van jullie wat mogen vragen, heel kort? Zou ik jullie heel kort wat mogen vragen? Luister, ik ben het zat om in een wereld te leven waar de boomers ons lot bepalen. En waar we zelf dus geen grip op hebben. En daarom heb ik een manifest geschreven voor een nieuwe beweging die ik ben gestart. Die beweging heet Present Hier en Nu. En is er speciaal voor jou. Sluit je aan op WhatsApp, want daar heb ik een paar ideeën gedeeld waar ik graag wat kracht bij wil zetten. En daar heb ik jouw hulp hard bij nodig. Want het gaat om een eerlijke verdeling. Niet voor die oude lullen, nee, voor jou. En wat ik hier en nu wil veranderen? De stagevergoedingen moeten omhoog. Omdat we leren, omdat we werken, omdat we keihard buffelen. Dus kom op, boomers, geef ons dat respect. Heb jij ook stage gelopen? Ja. En kreeg je ook stagevergoeding? Nee. Dat je dus stage hebt, ook nog moet werken, jezelf moet onderhouden. Levert dat druk op? Krijg je er stress van? Ja, zeker. Ja, het zijn gewoon hele drukke dagen. En dan kom je uit school en dan ga je werken en dan moet je nog naar stage. Dus ja, zeker. Je eigen huis in je eigen buurt. Niks is chiller dan je eigen plekje met je eigen regels. Kwijtschelding van alle studieschulden. Wij studeren om beter te worden, maar worden er alleen maar armer van. Dat kan echt niet. Dat moet stoppen. We zijn hier bij het Veerda. Ik denk dat je hier ook op school zit. Heb je dan ook een studieschuld? Ja, ik heb zeker een studieschuld, ja. Levert dat ook stress op? Ja, tuurlijk, want ik kan straks minder snel of een hypotheek afsluiten. Wat moeten we eraan doen? Nou, ik vind eigenlijk dat de studieschulden kwijtschelden willen moeten. Het minimumloon moet omhoog. We doen het zware werk, we doen de shitjobs, we verdienen beter en meer. En wat vind je van het minimumloon? Zou dat omhoog moeten volgens jou? Of denk je van, nou, dat is prima? Ja, het zou omhoog moeten. Ja, ik vind het gewoon te weinig. Ik bedoel, van alles wordt steeds duurder, maar de loon dat gaat echt heel erg omhoog of zo. En laat ons ook meebeslissen. Stemrecht vanaf 16 jaar. Dat is wat nodig is. We zijn een deel van de maatschappij, maar hebben helemaal niks te zeggen. Dat moet veranderen en wel nu. Stemrecht, wat vind je daarvan? Je moet er nu 18 voor zijn. Vind je dat het naar 16 plus zou moeten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel beter is. Ik bedoel, de oude mensen van boven de 80 bijvoorbeeld, die hebben eigenlijk niet zo heel veel te maken met het land. Ik denk dat het gewoon beter is dat de 16-jarigen die daadwerkelijk wel heel veel nog te maken hebben met de toekomst, dat hun wel gewoon mogen bepalen wat met het land gebeurt. Sporten en bewegen is heel belangrijk, maar dat kost heel veel knaken. En niet iedereen heeft die knaken. Daarom moet sporten gratis zijn. Wat vind je ervan dat sommige kinderen bijvoorbeeld niet kunnen sporten, omdat het dus zoveel geld kost? Ja, dat is wel verschrikkelijk voor hen, want iedereen heeft wel recht om te kunnen sporten. Gratis OV voor iedereen, want je moet toch van A naar B kunnen komen. Vind je het OV duur? Het is wel duur. Ja? Ja, het weekend ook als gratis. Als ik wel moet betalen, vind ik het wel duur. Zou je het lang kunnen volhouden als je geen gratis OV had gehad? Zou je dan heen en weer kunnen gaan, denk je? Nee, dat niet. Dus het is wel echt nodig? Ja. Educatie moet voor iedereen zijn, niet alleen voor degene met veel knaken. Daarom moet gratis onderwijs een recht zijn. Betaal je ook collegegeld? Ja. En wat vind je daarvan? Ik vind dat het nog gratis kan worden. Ja. Want ik vind dat iedereen wel een beetje gelijke kans moet hebben. Omdat sommige mensen geen geld hebben, maar gewoon echt genie zijn. En andere mensen gewoon maar wat doen omdat ze geld hebben. Het is tegenwoordig wel echt flink duur, vind ik. Dus ik merk wel dat ik soms wel wat bij moet verdienen omdat ik later een studie wil doen. Dus. Baangarantie ook, want je leert niet een beroep om vervolgens alleen maar thuis te zitten. Mag ik vragen wat jullie doen voor opleiding? ICT. ICT. Ja, vinden jullie ook dat je recht hebt op baangarantie na een opleiding? Jawel. Ja, zeker. Als je geen diploma hebt, dan krijg je geen baan. En niet te vergeten, we willen ook een gezond klimaat. Niet de troep die de boomers ons gegeven hebben. Vind je het klimaat ook belangrijk? Ja, het is gewoon ontzettend belangrijk, want mensen nu, die zijn er natuurlijk niet, iets minder mee bezig, omdat zij, ja, zij gaan niet op de bladen zitten die ze nu gaan maken. Ja, is dat ook je mening? Vind je dat het een beetje de boomer hun schuld is dat het klimaat nu eigenlijk de verkeerde kant uitgaat? Ja, ik weet niet. Ze doen ook hun best. Ik bedoel, je hebt natuurlijk links die hartstikke hard hun best doet. Nu zie je dan het allemaal de rechterkant op gaat. En die hebben natuurlijk ietsje dat minder prioriteiten daarvoor. De punten die ik nu noem worden geblokkeerd door de oude mensen. Zij hebben het heel erg goed en maken ondertussen ons en de wereld kapot. Genoeg is genoeg. Het is tijd om op te staan. Voeg je hier en nu toe aan onze WhatsApp-groep en deel daar je goede ideeën.